Mijn naam is Sarina Misselt. Leuk dat u kijkt naar Koffie en Kunst. Laat u inspireren door voorjaarsbloemen en bloesems. Wat heeft u nodig voor deze les? Oploskoffie of filterkoffie? Papier, potlood, gum, een penseel, een bakje met water, een paar lege bakjes. Misschien heeft u echte bloemen in huis. Of anders kunt u een afbeelding van bloemen gebruiken. Een satéstokje, een stukje oud laken, een draad of bestek, een stukje van een afwasponsje en keukenpapier. Deze les gaan we bloemen schilderen met koffie. U kunt het beste starten met het schetsen van de basisvorm van de bloem. En met basisvormen bedoel ik cirkels, ovalen, cilinders, driehoeken. U kunt het beste starten met het schetsen van de basisvorm van de bloem. En schetsen is met het potlood eigenlijk heel lichtjes aaien over het blad. Zo kunt u zoeken naar de juiste vorm. Het is niet erg als er lijnen door elkaar gaan en als er meerdere lijnen te zien zijn. U kunt straks de overbodige lijnen weggummen. U kunt koffieverf maken met oploskoffie en koud water. Of u kunt afgekoelde filterkoffie gebruiken. Begin met lichte, transparante verf. Je kunt het later steeds laag voor laag donkerder maken.
De volgende les gaan we een stil leven schilderen. En ja, u raadt het al, met koffie.